In deze video wilde ik het hebben over strategieën die je kan toepassen bij stellingenopgaven. En ik zal de hoofdstrategie uitleggen aan de hand van een verhaal. Namelijk, vroeger dachten wij in Europa dat er alleen maar witte zwanen bestonden. En dit was geen onlogische conclusie, want tot die tijd waren er ook alleen nog maar witte zwanen gespot. Namelijk, als je duizend zwanen in je leven had gezien, dan waren die allemaal wit. Dus de conclusie was dan ook dat alle zwanen wit waren. Echter, wij weten dat dit niet klopt. Want toen eenmaal Australië was ontdekt, kwamen mensen uit Europa erachter dat er ook zwarte zwanen bestonden. Dus wat kunnen we van dit verhaal leren? Van dit verhaal kunnen we leren dat ook al hebben we allemaal voorbeelden die onze stelling ondersteunen, namelijk. Bijvoorbeeld, misschien heb je duizend witte zwanen in je leven gezien, kom je tot de conclusie dat alle zwanen wit zijn. Maar deze stelling kan compleet ontkracht worden door slechts één zwarte zwaan te vinden. Dus bij stellingen die woorden in zich hebben zoals alleen maar en nooit, zijn heel makkelijk te ontkrachten door het tegendeel te gaan bewijzen. Namelijk, je moet op zoek gaan naar de zwarte zwaan. Dus laten we meteen naar de opgave kijken en dit meteen toepassen. En dan heb ik het natuurlijk voornamelijk over stelling 2, waar we niet een of andere berekening uit kunnen voeren om te testen of het goed is. Nee, bij dit soort vragen moeten we waarschijnlijk meerdere dingen gaan proberen om erachter te komen of die stelling waar is of niet. Dus de stelling is: de som van drie priemgetallen kan nooit een priemgetal zijn. Dus laten we met wat voorbeelden starten. Bijvoorbeeld 2 plus 3 plus 5 is samen 10. Dus de som van drie priemgetallen hier is geen primgetal. Dus dit voorbeeld ondersteunt dus de stelling. Als we alleen dit zouden testen dan zouden we dus zeggen stelling 2 is waar. Maar misschien hebben we de zwarte zwaan nog niet ontdekt. Laten we nog één doen. 3 plus 5 plus 7 is samen 15. Is ook geen primgetal dus stelling 2 klopt nog steeds. Dus als je na twee keer testen nu al conclusies gaat maken dan zou je dus zeggen dat stelling 2 waar is. Maar Misschien hebben we nog steeds de zwarte zaan niet gevonden. Want wat komt hieruit? Dit is 23. En slechts één voorbeeld is genoeg om die complete stelling te ontkrachten. Ook al hebben we al tien goede voorbeelden gevonden. Een elfde voorbeeld die die stelling ontkracht, zorgt ervoor dat die hele stelling dus niet waar is. De dus stelling 2 hier is hier onwaar. En het is belangrijk dat je zo leert gaan werken. Want op de toets zul je een nieuw soort vraag krijgen die je niet hebt kunnen memoriseren, dan moet je toch echt kunnen testen of zo'n stelling waar is of niet. Maar de gouden tip is dus bij stellingen die nooit en alleen maar in zich hebben is, dus om het tegenovergestelde te gaan bewijzen. Oké, okay, dus 2 is prim, dus die is waar, en 2 is niet waar. Oké, okay, dus bij het bepalen van het aantal factoren dan ga je gewoon je getal ontbinden, dus 15 is... 3 keer 5, dus die heeft maar 2 factoren. Niet waar. En stelling 2 kan je ontkrachten door dat als je weet dat je een deelbaarheid door 5 kan herkennen door, door te checken of een getal eindigt op 0 of 5. Elk getal wat eindigt op 5 is deelbaar door 5. En als een getal deelbaar door 5 is, dan is het dus niet prim. Dus 5 is het enige prim getal dat eindigt op 5. Dus stelling 2 is waar en stelling 1 is niet waar. Dus... C. Dus 10 is niet prim, want het is deelbaar door 2 en 5. En primgetallen kunnen niet eindigen op een 0, want alle getallen die eindigen op een 0 zijn tientallen. En tientallen zijn deelbaar door 2 en 5. Of anders gezegd, tientallen zijn sowieso even, dus deelbaar door 2. En daarom dus niet prim. Dus beide zijn onwaar. Getal 35 is niet prim, want het is deelbaar door 5 en 7. Twee priemgetallen bij elkaar opgeteld kan een priemgetal zijn. Oké. Okay. Dus wat we over stelling 2 kunnen zeggen is dat als wij twee priemgetallen kunnen vinden die bij elkaar opgeteld een priemgetal zijn, dan is stelling 2 dus sowieso waar. Dus dat komt door dat woordje kan. Dus we hoeven maar één voorbeeld in dat geval hebben die stelling 2 bevestigt en hij is voor altijd waar. Ook al vinden we straks vijf voorbeelden die niet waar zijn, hoeft nog niet te betekenen dat stelling 2 niet waar is. Laten we wat voorbeelden nemen. 5 plus 7 is 12. Dat is geen priemgetal. Die zou de stelling 2 ontkrachten. 3 plus 5 is 8. 8 is geen priemgetal. Dus ook die zou de stelling ontkrachten. Maar wat zien we hier trouwens? Als je twee oneven getallen bij elkaar optelt, krijg je altijd een even getal. En elk even getal op 2 na is sowieso niet. Prim, want het is deelbaar door de 2. Dus het heeft dus geen zin om oneven getallen bij elkaar op te gaan tellen. Dus we moeten dus een combinatie gaan maken met primgetal 2, want dan weten we in ieder geval zeker dat we een oneven getal gaan krijgen. Bijvoorbeeld 2 plus 3, en dat is 5. En die is prim. Dus 2 primgetallen bij elkaar opgeteld, kan een priemgetal zijn. Dus stelling 2 is sowieso waar. En dit is de laatste die ik invul, want ik wil niet alle stellingen verklappen. Het gaat er echt om dat je hier dus bij deze opgave leert nadenken en dus heel veel dingen gaat testen om achter te komen of je stelling waar is of niet. Want zoals ik al zei, op de toets kan je stellingen krijgen die hier niet bij staan en dan moet je het toch echt zelf uit kunnen zoeken.